En zo belanden we in de hemel. Ja. Eitje. Andere barbecue. Nog meer barbecuen. En die man die gaat alles vertellen over barbecue en lekker vlees eten. Echte mannen. Hey, welkom allemaal hier. Wij zijn hier te gast bij Black & Blue. Lentjes. Een prachtig mooie zaak waar ze wat kleren verkopen, de barbecue, etc. En die een prachtig mooie ruimte hebben ingericht voor workshops. Ik verzorg vandaag de workshop voor jullie. En in principe is het een workshopje koken op kolen, zoals mijn bedrijfje heet, zeg maar. Ik verzorg demonstraties en workshops op kolenbarbecues. Samen met team Frank. En met Koen hebben wij gehaktballen gemaakt. Niet zomaar gehaktballen, speciale gehaktballen. Met een randje spek, parmezaanse kaas, speciale kruiden en heel veel liefde. Echt, meeste lekker. Koen lakt ze af met een lekker sausje. Helemaal goed, hè? In de... Ja, weet hoe noemen we dat ei? Het is geen green egg. Maar het is een ander type. Het is een zwarte. Een zwart ei. Maar het is fantastisch, man. We love it. En Bram, gaat het nog goed, jongen, met je? En dit, kijk, daar aan de buitenkant, je ziet het hier al heel goed, zo'n puntje wat uitsteekt en waar dus wel warme lucht langs loopt. Maar toch, het is ook... Hij heeft vuurvaste handen? Ja, ik heb hem eigenlijk al 5 keer verbrand vandaag, dus. Maar jij gewoon heel veel... Het verbranden valt mee, hè? Dus feitelijk, dit is verkeerd. Het lastige is, hij loopt zo weg. Hè? Dus je moet hem zo. Dat kan je natuurlijk laten zien hoe het dan eigenlijk niet meer... Ik zal een stuk papier pakken en dat doet. De kontjes. Ja, joh, wij houden daar wat tegen. Tom, ik heb zoveel over aan en zijn kontjes. Papier voor deppen. Ik zou wel laten. Deppen. Kontpapier. Ik wil het zo niet laten. Ja, ik heb ook een stokbroodje. Het chirurg is het precies hier, maar hier hebben we geen vlees. Dan moet ik zorgen dat er ook goed ertussenin zit. Ja, dat vlees niet kan bereiken. Ah, is goed voor vlees. Heeft dat dan nog effect omdat het vocht ook uit het vet haalt? Ik kan wel zeggen. Ja. Het zijn vlaggetjes er alleen. Ja, ook vlaggetjes met name. Die varkenshaasjes zijn voor mij. Het vlees even met de vet op de kolen in laten smelten en omdraaien.